Jay was down. What's up? Een vrouwtje bestelen. Wat denk je wel? Van Meeuwen. Van Meeuwen. Hebt, ja, ja, hebt u mijn dokumenten, Van Meeuwen? Ja, chef, ik heb ze hier. Ik heb ook alles de boel gecheckt. Ah. Chef. Ja, Van Meeuwen. Ben ik mee op die missie? Nee, Van Meeuwen. Ja, dat is alleen aan mij besteed. Ja, ja, chef. U weet dat dat geheim is, Van Meeuwen? Ja, chef. Zo. Chef. Ja, Van Meeuwen. Veel succes nog en tot snel. Tot snel, Van Meeuwen. Tot ziens, chef. Hoe kan dat nu? Onze bissingaamagent is gewoon kapot gemaakt. Volgens mij is die penne van Chantal Chevrolet geweest. Ja, dat kan. En dat is een uur met dat te zoeken. Ik zal alles uit de kassa om die zaak op te lossen. Maar wat moet er nu gebeuren met de geheime dienst? We moeten dringend iemand nieuw zoeken. We kunnen de geheime dienst niet zonder speel laten verder gaan. Ja, ja. Inderdaad. Oké, Van Meeuwen, als u de neus van mijn kantoor wilt verlaten. Dankjewel. Mannen, we mogen het weer gaan oplossen, hè? Zoals altijd, Siemens. Altijd, Bellemaat. Al wat hier gebeurt, moeten wij tussenkomen. Ja. Maar ja, dan komt het in orde. Ja, helemaal eens, hè? Ah, goeiedag. Prins Siemens, tot de dienst. Goeiedag. Stijn Bellemans, ook tot de dienst. Ja, die is er ook weer bij, hè? Zeg eens een keer. Ja, wij hebben eigenlijk een nieuwtje te vertellen. Het is namelijk zo, de nieuwe commissaris wil dat wij een boodschap overbrengen. Ja. En dat zou zijn? Wel. Onze commissaris, hè, ja. Onze nieuwe commissaris, is de beste vriend van uw baas, de generaal. Ja. Wel, en wij hebben de opdracht gekregen, Chris Van Meeuwen, ja. Dat wij u nieuws moeten vertellen. Ja, ja. En dat nieuws is? Wel, uw baas heeft een nieuwe spion gevonden. Een nieuwe, ja. Ah, en die zou zijn? Wel, Van Meeuwen, ik zou het fijn vinden dat we dat binnen kunnen bespreken. Oh ja, als dat niet stoort. Ah, oh, wel. Dat is goed, heren. De pintje is nog koud. Binnen in mijn villa. Ja, dus de heren. Ja, merci, merci. Ja. En word ik nu de nieuwe spion? U bent iets te snel, meneer. Het zit namelijk een beetje anders. Blijkbaar hebben ze een andere spion op het hoofd, ja. Maar dat kan Bellemans misschien beter ja. Zeggen. Ja, dus, Chris Van Meeuwen. Ze hebben een spion gevonden. En wie is die spion dan? Wel, hij woont... Oh ja, woont. Hij woont daar niet meer. Maar hij woonde in het Amazonewoud. Het is iets speciaals, meneer. Een soort van indiaan of wat? Ja, zo net. En... Wie is die heer of indiaan? Brekkie Rojas, blijkbaar. Ja. Hij is naar het schijnt familie van Richard, uw vorige chef. Ja. En blijkbaar willen ze het in de familie houden. Ja, dat stond zo in het... Wacht, ik heb het nog ergens bij. Ah! Wat? Stond het zo in het contract. Ik heb het speciaal meegenomen, ze. Zie. Kleine lettertjes. Ja, geloof ik juist, nu is er niks van. Ik zou de nieuwe spion worden. Normaal gezien wel, maar... Ja, uw baas schrijft het toch zo in het contract van Meeuwen. Mijn baas. Jong, jong, jong. Ja, meneer, we verstaan dat je dat niet graag hoort, maar ja, we zijn ook mijn boodschappers, hè. Ja. We hebben er eigenlijk niks mee te maken, hè. Nee. Ik vind die Bergie Rojas, ik moet er niet van weten. Ik zal spion worden. En ik zal ook alles aan doen om spion te worden.
Oei, veel geluk. Ja, dat komt precies niet goed. Ja, zet, dat is ons hart niet, Ballaman. Nee. Bo, ja, dan zijn we maar voort. Ja, maar we hebben nog van alles te doen. Chris van Meeuwen. Ja, meneer de Chris. Tot de volgende. Tot de volgende. Heer, tot de volgende. Ja, ja. Salut. Zeg over in het drinken, hè? Absoluut. Godverdomme, meneer Richard. Ik zou een spion worden. Maar, Rogas. Ik maak hem kapot. De rotzak. Hij gaat er aan. Hey boy, je wordt er beter in. Ja, dank u, dank u. Zeg, hoe is het nu met u? Ja, ça va, ça va. Ja, ik mis mijn vader wel, maar... Tja, hij zit voor eeuwig en altijd bij mij, hè. Natuurlijk, in mijn bankvloot. Ja, 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 ja. Heb je nog iets gehoord van Dirks en zijn bende? Nee, nee, en dat is misschien al goed ook. Ja. Ik hoop dat hem voorgoed wegblijft. Voilà, wegblijft. Ja. Hij is er toch aan. Ja, ja. Zeg, ik heb nog eens een vraagje. Ja? Die magische panfluit, geraak je de kracht eigenlijk ooit op? Daar heb ik eigenlijk geen idee van. Ja, ik heb hem eigenlijk nog nooit echt veel gebruikt. Ja. Nee, ja. Jij wel, hè? Ik wel, ja, 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 ja. Ja, want jij hebt eigenlijk mijn leven gered toen, hè? Ja, al even geleden, hè. Ja. Ja, is toch iets raar, die magische panfluit. Ja. Maar ja. Je moet het nooit weten. Nee, dat is waar. Waar ben ik nu weer? Oh, waar is Brekkie? Brekkie? Rogas! Hallo! Smerige rotzak. Ik had spion moeten worden. Dat kan nog altijd. Want als jij van Smerios, ik arresteer u. Dat zou ik niet doen. Wij kunnen elkaar helpen. Nee, wij kunnen elkaar niet helpen. Ik had geheim agent moeten worden. En niet die Rogas. En had ik Richards werk afgemaakt. Denk jij dat? Daar ben ik zeker van. En wat als ik nu ga zeggen dat jij die bom hebt geplaatst in het vliegtuig van Richard? Ja, ja. Dat is niet waar. Dat is niet waar, heb ik niks mee te maken. Oh, jawel Van Meeuwen. Ik ben van alles op de hoogte. Jij wilt de nieuwe spion worden en daarom heb je hem gedood. En nu wil jij mij vaster en zeker de schuld geven, niet? Gewoon omdat jij de nieuwe spion wilt worden, is het niet? Ik had de nieuwe spion moeten worden. Dus als wij nu samenwerken, dan kan jij de nieuwe spion worden. In mijn team. Wat moet ik daarvoor doen? Wel. Ik wil al heel lang de nieuwe generaal worden. Dus als wij nu samenwerken, hebben wij alle twee wat we willen. Dus wat als ik er nu voor zorg dat jij de nieuwe spion wordt? En wat moet ik daarvoor doen? Voor mij komen werken, tje. Ja, voor u komen werken. Ja, dat zie ik wel zitten. Maar wat hangt er aan vast? Vertel mij eerst maar eens iets over die nieuwe spion. Hey, Rogas. Hij is familie van Richard. Die Richard had toch geen familie meer? Jawel. Zijn volledige naam is Brekkie Rogas. En hij woont in het Amazonewoud. Wat is dat? Is dat een indiaan of wat? Ja, zoiets. Die kunnen we gemakkelijk uitschakelen. Dat is een simpele, dat zie je zo. We wachten nog een paar dagen. En dan schakelen we hem ook uit. Dat is goed. Dan word ik de nieuwe spion en jij wordt de nieuwe generaal. Ja!
Meneer Rojas. Waar ben ik? Ik ben het hoofd van de geheime dienst. Wat moet ik hier doen? Help! Hallo! Help roepen, dat heeft geen zin. Wat doe je? U bent hier in het hoofdkwartier van de geheime dienst. En jij wordt onze nieuwe geheime agent. Nee, dat kan niet. Dat wil ik niet. Walter! Toch wel. Jij bent namelijk het achterkleinkind van Richard. Richard. Dus familie. En Richard geeft zijn taak aan u. En aangezien in zijn contract staat dat alle geheime zaken waar hij mee bezig was, moeten worden volbracht door zijn familie, indien hij onoverleden is. Wat is gebeurd? Moet u dus zijn missie volbrengen, aangezien u nog het enige familielid van Richard bent? Dus als ik het goed begrijp, moet ik zijn taak afmaken. Dat klopt. En als ik dat niet wil? Dan vrees ik dat we u zullen moeten liquideren. U weet namelijk al veel te veel gevoelige informatie. En als die in de verkeerde oren vallen, zou dat een catastrofe betekenen. Ja. Als ik u was, zou ik maar meedoen. Ja, dit is een grote kans. Ik snap het. Ik doe het. Oké. Maar wat moet ik dan doen? Wel, meneer Rojas, volgt u mij maar. Ja, maar dat gaat niet, want ik zit vast. Losmaken. Volgt u me maar, meneer Rojas. Komt u maar mee. Ja. Laat u maar zitten, meneer Rojas. Ja, dank u. Dus meneer Rojas, wij zijn op zoek naar Chantal Severos. Zij heeft gevoelige informatie over de geheime dienst. Is dat die? Dat is deze. Ja. Zij heeft namelijk gevoelige informatie over de geheime dienst. En daarmee is zij van plan om deze wereld, de maatschappij zoals we die nu kennen, helemaal kapot te maken. Ja, niet die stoppen. Dus ik moet eigenlijk het werk van Richard afmaken. Dat klopt. En hoe moet ik dat dan doen? Wel, het eerste wat u moet weten is dat dit top secret is. Deze zaak is top secret. Niemand mag hier iets van weten. En als u uw mond voorbij praat, zal u helaas moeten worden geliquideerd. Ja, maar waarom houdt de politie zich daar niet mee bezig? Omdat deze zaak top secret is. Ik begin het te snappen. Jij bent verre familie van Richard. En daarom moet jij hem opvolgen. Omdat jij familie bent. Zo staat het in zijn contract. Ja. Oké, dan zal er niks anders op zitten, zeker. Ik doe het. Dankjewel. Dat is dat antwoord horen wij graag. Bon, u snapt het volledig. Bon, dan gaan we je nu een ander kostuum geven en uw haar laten knippen. Is dat nodig? Ja, meneer Rojas, dat is echt nodig. Kom, volgt u mij maar. Maar dat is dringend nodig. Ah, van mij wel. Ja, het is om te melden dat Rojas binnen 5 minuten hier zal staan. Brengt u hem even mee naar het vliegplein? Dat zou leuk zijn, ja. Absoluut. Jij brengt hem naar het vliegplein over 5 minuten. Oké, dankjewel. Ga mee, hè? Rojas. Binnen 3 jaar kom je terug. En ben je een aardig agent. Ja. Maar, Rojas, wees voor zich. Ja. Tot ziens. Dan even, bedankt. Tot ziens. Ja.
net vertrokken. Mooi zo. Dan kunnen wij bijna aan het werk gaan. En Robert gaat er niks van pakken. Hij kan zichzelf amper verdedigen. Maar dat is goed. Dan kunnen wij hem uitschakelen en dan hebben wij vleesvel. Dat zal geen probleem zijn. Ik heb in zijn vliegtuig een bom geplaatst. En als ze landt, ontploft die bom. Goed zo! Goed zo, Chris! Ja, en voor die opdrachten moet u dit gebruiken. Dit is uw oefenwapen. Wees voorzichtig, het is geladen. Oké. Okay. Your training place, sir. This! Better get going. What is that? What was that, Rojas? What is him? Is that your money? Wanna? Wie is dat ga? Rojas, op de grond. Op de grond? Op de grond. Ja. Congratulations, Mr. Rojas. For what? You have finished the test. Test? Yes. You are our newest member of the Spy Club. Dus ik ben nu de spion? Yes, of course, sir. Welcome to our team. You can go back to Belgium now and leave South Africa. Yes, mannen, we hebben een eten gestolen. Nu moesten wij niet betalen. Goed gedaan. En zo moeilijk was dat nu ook niet, hè? Nee. Een brullen, mannen. Ja. Waar zijn die mannen gebleven?
weet niet. Hey, ik ken het daar precies van. Ja? Ja, dat is de ja. Brekkie Rojas, hè? Ja. Oh ja, man. Ja, daar. Hey, Brekkie. Dat is nodig. We zijn bestolen. Bestolen? En door wie? Door boeven. Ik weet niet wie. Dat is mijn eerste opdracht die ik misschien kan doen. Dat is goed, mannen. Waar zijn die mannen? Ik weet het niet. We zijn hier net kwijtgeraakt. Ja. Die kunnen toch niet ver zijn. Waar was dat precies? Waar hebben jullie... Helemaal daar bij die winkel. Ah, daar bij die winkel. Ja, mannen, blijf jullie hier staan. Ik ga er naartoe. Gehakt van. Gehakt? Ja. Kant voor elkaar. Ah, hier zijn de mannen. Ah, de Rojas. Zijn jullie gaan winkelen, mannen? Ja. Zeg, ik heb eens een vraagje. Ja. Is voor de pers? Voor de pers? Nee. Ik heb hier trouwens ook kinderen tegengekomen. En waarschijnlijk hangjongeren. Ja, hangjongeren. Wat dat kan. Maar ze waren bestolen geweest. Oei. Ja. Gewoon geld. Geld? Mag ik zien wat je gekocht hebt, mannen? Ja. Ah, gewoon het nieuwsgierige. Oh. Ja. Zeg, mannen, wil je eens even meekomen met mij? Van ja, foto, van, natuurlijk. Bijvoorbeeld een foto, ja. Ah ja. Oh, ja, een foto. Ja, dat willen we wel. Mannen, is dat Ella Zak? Ja. Ja. Nee, die is van ons. Mannen, zij is eerlijk. Is die zak van hun? Ja. Weet je wat? Ik heb een idee, mannen. Misschien moet je al samen met hun gaan spelen. Of misschien nog plezanter, een feestje gaan bouwen. En ze hebben eten gekocht. Als Gelle nu misschien vraagt aan hun dat je mee mocht feesten. Ja. Zouden ze mee mogen feesten? Wat denkt de man? Ja, dat is goed. Nou, geef elkaar een hand en ga feest. Ja. Zullen we maar eens gaan feesten? Ja, man. Ja. Geniet ervan, ga maar feesten. Feesten! Ja! Man. Laat me eens zien. Ik moet dringend naar de generaal. Severos mij kapot wouden maken. Wat? In hoe? Wel, ze hebben een bom geplaatst. Mm-hmm. In het vliegtuig waar ik gezeten heb. Maar hoe kan dat dan? Hoe is het dan mogelijk dat je nog leeft? Wel, er was een bommelding op het vliegveld. Ja. Dus ik wist dat ik niet thuis was. Ben ik met de auto maar helemaal naar de En je wist dat de bende van Chantal Severos was? Ik wist het. Al haar gegevens staan op dat papier. Het teken van Severos? Juist, het teken van Severos. Volgens mij wil ze de geheime dienst kapot maken ofzo. Mm-hmm. Ja, Chris op jouw bureau. Ah, dat moest ik van hem zeggen. Oké. Okay. Ja, interessant. Ik wou het meteen onderzoeken door onze bepaalde dienst die iets natrekt. Oké. Okay. Generaal? Ja.
En wat van Meeuwen? Rogers, je leeft nog. Ja, voor wat zou ik dood zijn? De vlieger. Hoe weet jij van die vlieger? Zat, dat doet er nu niet toe. Is er al nieuws over Severos? Nee, nog niet direct. Dat is raar. Ja, die bende is opgepakt. Ja, ja. Waar zou zij toch zitten? Ze moet toch ergens zijn? Niet direct. Ja. Van Meeuwen, mag ik op mijn stoel gaan zitten? Ja, chef, tuurlijk. Dus er is geen nieuwe documenten bijgekomen van Severos? Niet dat ik weet. Is het raar? Zwat. Bo, ga mee even. Wil jij voor mij een glas water nemen, alsjeblieft? Ja, chef. Ga mee even. Dan is Kiel nog nooit zijn wapen achter. Dank je, chef. Bo. Rogers terug. De baas gaat niet blij zijn. Verdomme! Generaal, waarom is hij zo snel mogen komen? Rogers, hier. Wat is dat? Dat is de schuilplaats van Severos. De politie is er al langs geweest, maar op die plek hebben ze geen verdachte personen gezien. En nu? Ga jij vanuit dat ik naar Ginder moet gaan? Voor controle. Als de politie het niet kan, dan ben ik de zaak naar u. Geen dienst, ja. Ja, er staat wel veel informatie in, natuurlijk. Goed, moet ik eens meenemen of? Nee, laat die maar hier. Die heeft nog wel wat afgedrukt. Oké, generaal. Kom dit maar met af. En heeft hij iets gevonden hier? Ik denk het niet. Maar Rogel is terug. En is niet meer die stomme persoon die hij was. Ik denk er nu heel anders over. Laat ons heel ontspannen. Anwel, alles is misgelopen. Heb jij nu schrik van iemand die in de Amazone heeft gewoond en jouw spion is geworden of denkt dat hij dat geworden is? Je hebt toch veel meer ervaring dan dat? Ja. Maar wel. Schakel hem dan uit, anders zit er voor jou geen spion in. Oké. Zal ik doen. Komt in orde.
chef. Zijn jullie nog? Ja, ik ben nog op zoek werk aan het doen. Voor Chantal Severos op te sporen, maar... Heb je iets gevonden? Nee, niks. Nou, ben ik weg. Ga eens wat af. Ja, dat is goed. Hoi. Tot morgen. Yo. Ik zag hem buiten op de grond liggen. Binnen. Zit u. Generaal. Wat is er gebeurd? Om kort te zeggen, ze hebben Ludwig vergiftigd. En wie heeft dat gedaan? Oh, dat weten we niet. Dus zo vinden de smeerwap. Bon, mannen, in ieder geval spijtig nieuws van Ludwig, maar we moeten verder. Ik stel voor dat jullie individueel gaan werken. Iemand voor de zaak van Severos en iemand voor de zaak van de vergiftiging van Ludwig. Ik zal misschien de zaak van Ludwig overpakken. Ja, voor mij is dat goed. Maar jij was getuige. Je kan beter als dat van de zaak. Niet generaal? Inderdaad. Ja, ik moet Chris hier wel gelijk in geven. Dat is wel een goed punt. Ja, dan zal ik de zaak van Severos pakken. Hè. Ja, ik ben er toch 3 jaar geleden voor opgeleid, dus... Voilà, dat is dan opgelost. Chris, jij doet de zaak van Ludwig. Oké, okay, dat is goed. Alright, go man. Hè. Ga en doe de best. Ja. Kijk eens. Generaal. Waar moet ik zo snel mogelijk komen? Van Mabel? Wat heeft dit te betekenen? Ik dacht dat het Rogers was die daar buiten kwam, maar het was een politieagent. Ik had jou gevraagd om Rogers te vermoorden. Niet een politieman. Idioot! Als dit uitkomt, zijn wij er geweest. Is maar voor een paar dagen verlamd. Maar ik heb mijn gifspuit laten vallen. En zijn vingerafdruk staan erop. Ik denk dat ik het snap. Jij wilt dus doen geloven dat hij die politieman heeft vergiftigd. Juist, ja. En hoe ga je dat voorbij? Laat dat maar aan mij over. Even rust. Met die zaak. Ja, maar zeg, wacht eens. Is dat Walter niet? Come on, Els. Je kunt het. Goed bezig. Dag, Walter. Ah, dag, meneer. Zeg, maar ik ken u precies. Is het echt? Brekkie Royas? Ja. Allee jong, je ziet er zo anders uit. Wel Walter, dat is een lang verhaal. Maar... Oei oei oei, een lang verhaal. Om een lang verhaal kort te maken, ik ben geheim agent geworden. Allee, geworden. Het is te zeggen, ik moest het verplicht doen. Wat is het? Je geloofde mij niet. Jij geheim agent. Maar ja, ik heb die opdracht gekregen. Weet jij nog, 3 jaar geleden? Ja, vertel eens. Ja, mama, 3 jaar geleden. Ah ja, met heel die affaire met die panfluiten al. Ja, ik was op mijn panfluit aan het spelen. En... Toen was ik nog niet getrouwd. Zijn ik ben getrouwd, zijn jij getrouwd? Ja. Proficiat. Kijk. Is dat met dat zwart dan? Ja, met dat zwart, generaal. Ja. Deze knappers, hè. Hey. Is het echt? Dat wil ik zo wel eens zien. Maar ja, vertel het me verder over dus, u.
Ja, we hadden 3 jaar geleden toch geen contact meer. Ah nee, anders had ik het wel verteld van mijn vrouw, hè. Wel, ik heb dus de opdracht gekregen om een bende uit te schakelen. Oei. Ja, ze willen de geheime dienst kapot maken, dus als ze de geheime dienst kapot willen maken, wil dat zeggen dat ze de wereld kapot willen maken. Ja, ja, ja. Allee jong, goed bezig zeker, hè. Wait, wacht, ik zal u alles laten zien. Ja? Normaal maak ik het niet van mijn chef, maar... Wie gaat dat nu weten? Hè? Ja, wacht, ik zal meekomen, dan moet ik wel eerst een bericht naar die van ons sturen. Hè? Ja, dat is goed. Zeg dat even weg, hè? Het duurt niet lang. Maar dat van die geheime agent kan ik toch maar niet zeggen, want dat gaan ze toch niet geloven, hè? Ah, ja. Goed, ik heb verteld, ben even hier nog aan het drinken met een oude vriend, dus ik ben benieuwd. Goed, Ja, volg het eens langs hier. Ja, ja. Zo, Walter. Deze is dus mijn kantoor. Ja, 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 ja. Dat geloof ik direct, hoor. Kom maar, Walter. Dat is echt waar. Ik werk nu bij de geheime dienst. Ja, ja. James Bond stuff. James Bond. Zoiets, ja. Ja, en dat mag ik allemaal niet zien. Nee. Dat is inderdaad top secret. Zeg, manneke. Dat is allemaal geheim. Ah, Isse, van Meeuwen. Wat doe jij hier nog? Collega van u? Ja, dat is mijn collega. We hebben een huiszoekingsbevel. Een huiszoekingsbevel? Van Meeuwen, dat is bij mij. Dat kan niet. Ik ben onschuldig. Zeg, wat ligt hier eigenlijk, Rocha? Dat is iets raar. En wat is dit? Nou, dat is dat spuitje. Dat spuitje waar Ludwig is mee neergehaald. Oh, ja. Ja, en uw vingerafdrukken staan erop. Oké, mijn vingerafdrukken staan daarop. Maar de dader heeft dat gedaan. Ik moet dat nog naar het labo brengen. Dat zal wel een vergissing zijn. Ja, voilà. Rogas. Van mij, ik heb hier echt niks mee te maken. Meekomen. Oh, meneer, dat is allemaal een vergissing. Dat kan toch wel even als gewest zijn. Meekomen. Walter. Geen zeven, vriend. Geen zeven. Walter, geen zeven. Ja, maar ik geloof niet. Wat gaat er dan mee doen? Wat gaat er met hem gebeuren dan? Hij gaat waarschijnlijk beticht worden van moord. Moord? Meekomen, vriend. Walter, meekomen. Dat is de bende van Servos hier achter zit. Ja, ik zal direct iets opzoeken. Van Meeuwen, ik heb hier echt niks mee te maken. Echt waar niet. Ja, ja. Het is echt waar. Ik zweer het. Ja. Geloof me niet toch. En dat spuitje waar ik bij u in de plaats. In plaats van het labo. Ik moest Je wordt beticht van moord. Ludwig. Ik moest het nog naar het labo brengen. En, Van Meeuwen, ik heb hier echt niks mee te maken. Echt waar. Geloof mij nu toch. Ja, ja. Ik geloof je. Ik ga dan naar de generaal en de rest van ons korps. Zeg ik dat je niks mee te maken hebt? Ik zal het zeker niet blijven zijn. Wat? Severus? Zeg jij niet net Severus? Ja. Ik moest u uitschakelen over Severus. Wat? Je schuld op mij steekt, zeker. Jij wel eens neemt op. En stel ik eens aan het blijven doen, makker. Dat zal dan. Is je dus genoeg gelukkig zijn? Vriend Sulema! Alsjeblieft, meneer, u kunt de rooijas hier toch niet zomaar in vijgen houden? Toch wel, alles wijst erop wat hij heeft gedaan. Ja, alles wijst op een valstrik, ja. Een valstrik? Ja. Dat denk jij nu toch zelf niet? Jawel, ik denk dat wel. Ik heb hem ondervraagd, hij bekent alles. Dat kan niet, maar Brekkie is zo niet. Toch zal ik je moeten teleurstellen. Alles wijst erop wat hij heeft gedaan. En nu zou ik heel graag dat u mijn kantoor moet verlaten, dus als u wilt beschikken, alsjeblieft. Generaal, ik ben er nog. Desnoods zal ik de zaak overpakken. Tja, er zal helaas iets anders op zitten dan dat jij de nieuwe spion wordt. Ik zal meteen de contracten later opmaken. Dat is goed.
Ik zal het er even doen, als u mij even moet laten. Oké, bedankt generaal. Ik ben onschuldig, hè. Ik moet hieruit geraken. Maar hoe? Als ik niets doe, is de wereld kapot. Smerige Severus. En de Chris dan. Smeerlappen. Rochas. Rochas heeft een idee. Help! 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 Hey. Hey. Ik moet hier uitgeraken. Die smeerlappen als je wil leren. Ik wist wel dat Roy hier niets mee te maken had. Hè. Ik moet ogenblikkelijk de politie bellen. Wat was dat? Oh-oh. Ah, oh. Victorie. Wel, wel, wel. Kijk hier wie we hier hebben. De beste vriend van Rockhaas. Hij is jou gevolgd. Hij weet van ons geheim. Ja, het zou natuurlijk niet lukken. Iemand onschuldig in de gevangenis duwen. Ja. En altijd zo moeilijk doen. Paas, wat moeten we doen met hem? Gooi hem maar een smerig kot. Oh nee, niet dat kot. Ja, nee, dat kot. Ik kan niet meer smeerlappen. Ja, maar kom. Dan maken wij ons klaar voor de huldiging van de nieuwe spion. Dat is ook weg. Laat me los! Zijn die echt zo stom of wat? Ik ben het vergeten. Wat? Ik ben dat kotvergeten op slot te doen. Oh, nozele heer. Had je dat niet beter uit de toppen kunnen zien? Ik denk er nu zo staan, maar... We kunnen best maken dat we naar de generaal zijn, anders gaat de snommels misschien voor zijn. Ja, dat denk ik. Kom. Zet u! Generaal. U bent net op tijd. Goed, generaal. Gaan we overgaan tot tegen me? Ja. Hier is het contract. Voilà. En pin. Proficiat, u bent nu de nieuwe spion van de geheime dienst. Mooi zo! Sufus! Van Meeuwen, pak die schurk onmiddellijk op! Van Meeuwen, je moet Manu pakken! Je moet haar pakken! Je moet haar pakken! Opgezet spel. Ook zijn interesse in uw geheime dienst. Van Meeuwen, wat heb jij op te zeggen? Ik wou geheim spion worden, maar het mocht niet van u. Ik heb Richard ook vermoord. En ook het gif in Ludwig spoten. Maar waarom dan? Hij zegt het toch net zelf. Hij wou de nieuwe spion worden en ik wil de nieuwe generaal worden. Wat? En ik de nieuwe spion. En ik heb geluk dat ik zo'n baas heb. Een baas die mij vertrouwt. Generaal, ik heb ook nog een klein contractje voor u. Ik teken dat niet. Ik zou dat maar doen,
Anders zullen we eens zien wie hier ten onder gaat. Wacht maar. Ragasse, die komt jullie alle twee oppakken. En dan zal jullie voorgoed opsluiten. Dat zal niet waar zijn. Ragas zit in de bak voor Ludwig neer te spuiten. En dat is door mij. Die zaak is aan mij te danken. Het is voorbij. Alles is verloren. Stop ermee! Allemaal! Ragas! Brekkie Ragas, jij komt zeker meegenieten van het einde van de geheime dienst. Jullie smeren. Of moet ik zeggen, de wereld. Ga jullie toch niet lukken smeerlappen? Je moet niet zo debiel praten tegen mij, Ragas. Laat me nu mijn werk maar afmaken. Chris, pak die sukkel. Blijf staan, Chris. Dat weet ik niet. En ik zal het ook niet doen, want jij is een gemeen mens. Ja, zeg maar zeker. Jij gaat het contract tekenen. Vergeet het. Zijn dat contract boven vergeten? Contract of geen... Ik had het contract nooit ondertekend. Over mijn laak. Over mijn dood laak. Ja, u leek, ja. Nee! Ik zou het zelf nog doen. Wat voor een is het eigenlijk? Wel, dat is mijn magische panfluit. Mooi, zou ik het eens mooi proberen? Nee, sorry generaal. Die is alleen voor mij. Dat begrijp ik. Maar, dus jij hebt die al die jaren bijgehouden? Maar ja. 3 jaar lang? Natuurlijk. Zou je het doen, vrienden toch? Dat is waar. Wat gaat er nu met die twee gebeuren eigenlijk? Die twee zullen het daglicht nooit meer terugzien. Tegen geheime dienst heeft veel te denken aan jou, Ragas. Weet, je bent een goede speler. Wow. Ik zou heel graag willen dat je bij ons blijft. Ja, kijk, generaal. Ik wil dat wel, maar... Ik vind van mezelf dat ik niet een echte spion ben. Die oefeningen en... Het is zwaar. Ik ben liever eigenlijk... Een gewone jongen die panfluit speelt in het bos. Ja. Dat is wel spijtig. Dat heb ik dat. Maar goed. Misschien wel één ding. En dat is? Ik wil wel bij de geheime dienst geraken. Ja. En blijven. Mm-hmm. Eén voorwaarde. En die is? Dat Walter mijn assistent wordt. Oh, echt? Dat kan geregeld worden. Echt?
Oh, wel. Bedankt. Dan zal ik even de papieren in orde brengen. Generaal. Bedankt, dat brek je. Dat is graag gedaan, man. Maar eigenlijk zeg jij bedankt. Ja, ik? Zonder u had ik mijn panfluit nu niet. En ja. Dan was ik er misschien niet meer geweest. Dat is dat vrienden voor elkaar doen, hè, Brekkie. Dat is waar. Beste vrienden doen zoiets, hè. Jij bent mijn beste vriend waard. Jij mijn nog niet. Het is nog niet gedaan van Meeuwen. Ja, dat hoop ik. Volgende keer maak ik hem kapot. Dus of ik? Weer... Ik doe graag een leuke werk. Is dat pamfluit? Wat gaan we daarmee doen? Die is volgende keer van mij. Ja, dat hoop ik. Zoals jij je planning altijd hebt. Geloof ik niks van. We maken hem kapot. Een broodje bestelen. Wat denk je wel? Een broodje bestelen. Wat denk je wel, jongen? Stop! Rogus! Rogus, nee! Rogus! Rogas is dood! Je meen mens! Je weet het dan toch! Rogas, alsjeblieft! Nu ben ik de nieuwe generaal! Op die... Rogas! Rogas! Rogas is dood! Smeer de grond, mens! Rogas, nee. Zijn mijn spion. Zijn mijn spion. Je mag niet doodgaan, Rogas. Heren, jullie worden bedankt. Ja. Alleen bedankt, hè, Brekkie. Dat is graag gedaan. Ik moest. 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 Ik moest.
Welkom terug, generaal. Ik heb heel goed nieuws, generaal. Dat is goed. Ik heb ook heel goed nieuws voor u. Gaat u zitten. De bende van Servos is opgepakt. Ik ben trots op u. Maar ik heb nog meer nieuws voor u. Ja. En nu heb ik nieuws voor mij. Ah, ja, dat heb ik toch gezegd. Wordt gek! Pas op, joh, pas op, goed, pas op! Leuk. Oké, ready? Ja. Een heet van ons gewoon! Zal jullie niet lukken? Iemand onschuldig in de gevangenis duwen. Gaat niet lukken. Maar we hebben ze nu nog niet. Hij weet van ons geheim! Zal u niet lukken iemand onschuldig in de gemeente duwen? Slow leg, beste vriend, slow leg. En. Oké, hoe moet ik binnen doen, baas? Smeek maar een smeerpot! Wij moeten het weer gaan oplossen, hè? Ja, zoals altijd. Zoals altijd. Alles wat hier niet doof wordt, hier gebeurt, moeten wij. Ja, de heren. Wat kan ik voor u doen? Prins Siemens, tot u dienst. Dat is Stijn Belleman, stop tot u dienst. Ja, die is er ook weer bij, hè? Ja, de zijdesplannen. Ja. De noodbrak komt. Wacht eens. Maar wij denken dat een opera iets te maken heeft met de maffia. Dat is waar, hè, Bellemans? Dat is waar. De opera en de maffia, dat is quasi hetzelfde. Dat is echt gezegd. Ik weet niet. Wie? Wat is dat? Wil je als de brief goed zijn? We zijn aan het doen. We zijn aan het doen voor de enige echte film van Breggy Rojas.